Je zou het bijna niet zeggen, maar de Toyota Avensis gaat er weer mee sinds het najaar van 2008. Hoogste tijd voor een facelift zou je dus zeggen. Dat vond Toyota ook en die heeft de Avensis dus even stevig beetgepakt. Het uiterlijk is vooral aan de voorzijde op de schop gegaan. De nieuwe Avensis heeft smallere koplampen en dagrijverlichting. Verder is de luchtinlaat vergroot en is de vorm van de mistpitten veranderd. Aan de achterzijde is bij de wagon vrijwel alles bij het oude gebleven. Aan boord vallen vooral de andere bekledingstoffen van de stoelen op. Die stoelen die zitten ook beter, omdat Toyota de vorm van de rugleuning heeft aangepast. Wat verder opvalt is een andere opzet van de middenconsole van het dashboard en anders gevormde luchtroosters in het middendeel. De 124 pk sterke dieselmotor in deze Avensis die is ook onder handen genomen. Toyota heeft hem nog efficiënter weten te maken, waardoor hij 15% minder aan CO2 uitstoot dan voorheen. Maar met 119 gram is dat net een paar gram te veel voor 20% bijtelling. De auto laat zich lekker schakelnaar rijden. Bij 120 in 6 heb je net iets meer dan 1900 toeren per minuut op de teller staan. En als je dan gas geeft, dan pakt hij mooi op. Eén ding is wel jammer, de motor heeft wel de neiging om te gaan brommen zo laag in de toeren. Het onderstel is uiteraard ook aangepakt. De Avensis voelt wat straffer aan dan voorheen. Hij voelt wat meer solide aan in het rijden, zonder dat hij oncomfortabel aan het stuiteren gaat. Volgens zijn makers heeft geen enkele Toyota zoveel tussentijdse wijzigingen gehad als deze Avensis hier. Maar daarmee is hij wel weer mooi bij de tijd. Het is jammer dat de 2 liter dieselmotor niet in aanmerking komt voor 20% bijtelling. Want dat zou de zaak helemaal mooi afmaken. Zeker voor een merk dat de emissieverlaging zo hoog in het vaandel heeft staan. Binnenkort staat de vernieuwde Avensis 2 liter D4D in een test tegen de Hyundai i40 CW 1.7 CRDi.